morgenochtend halen. Morgenochtend? Oh, dat is nog tijd genoeg, want die voorstelling is pas morgenavond. Precies. Wacht even. Even overhoren. Hé? Ja, voor dat geld. Ballet door de eeuwen heen. Ja, hier, hoofdstuk 12. De grote choreografe van deze eeuw. Hier. Man, dat allemaal om indruk te maken op zo'n tutje. Ja, vanaf Diaghilev. Dus Balanchine. Béjar. Kilian. Kilian. Lian. Ja, dat zeg ik. Kilian. Van Manen. Dan is Ilse toch veel mooier. Ah, van een jongen. Sta je er al lang? Nee, net. Je weet dat je niet naar deze veiligheid mag kijken. Naar je kamer. Maar... Hup, wegwezen. Vieze jongen. Ik deed helemaal niks. Misschien had je toch maar gelijk, wat Jaap betreft. Hoezo? Ik heb hem gisteren betrapt bij het kijken naar zo'n seksfilm. Allemaal de schuld van die rotmeid, die Ilse. Die brengt zijn hoofd op hol. Ilse? Keurig meisje toch? Niet mijn derfste. Als jij er nou maar voor zorgt dat die twee nooit alleen zijn. Dat meisje wil niet half wat ze in zo'n jongen teweeg brengt. Dierlijk instincten. Toen moeten we wel wat kamfer in huis halen. Kamfer? Ja, dat kreeg je vroeger in het leger. In je eten. Daarvan verloor je als man je interesse, zal ik maar zeggen. Denk je echt dat dat nodig is? Beter voorkomen dan genezen. Blijf maar, ik help wel even. Maar jij bent bezig. Blijf, zeg ik je. Ik kwam mijn was ophalen. Is er iets? Hoezo? Had jij iets? Er is absoluut niets. Oh, nou, dan wou ik graag mijn was goed. Ik heb het gisteren aan Jaap gegeven en... Waar is haar was? Ik ben het nog aan het strijken. Ik heb er extra mijn best op gedaan. Oh, dat betekent wel een kleine toeslag. Nee, voor haar is het gratis. Ik heb het 's avonds gedaan. Wat lief. Misschien kan je later nog even terugkomen. Morgen of zo. Dan zetten we het voor je klaar. Nou, liever niet, want ik heb het vandaag nog nodig. Ik heb het bijna af. Ik wacht wel even als u het goed vindt. Vind jij eigenlijk zo of zo? Ja, ik weet niet, Theo. Als het is om indruk te maken op dat meisje, zou ik een brief sturen. Nee, nou even serieus. Wat, met of zonder? Is Ilse er dan al? Oké, dan maar zonder. God, hebben die kaartjes nou weer? Ze zal het toch niet patserig vinden, hè? Ik bedoel, als ze op ballet zit, dan weet ze wat die kaartjes kosten. Dan zeg je toch gewoon dat het vrijkaartjes zijn? Heb je gekregen van een relatie waar je verder interessant mistig over doet? Gebruik een beetje fantasie, man. Ja, goed idee, goed idee. Dank je. Van een relatie, tuurlijk. Ja, heel goed idee. Nou, kan ie?
Kan wel, hè? Zo. Ja. Ik weet niet, Theo. Wat? Dat pak, hè? Wat dan? Broek? Jasje? Ach, als jij er lekker in voelt. En zeg op dan. Ja, niet echt iets voor iemand met relaties. Nee? Nee. Oh. Nou, misschien heb je gelijk, maar... straks is het alweer weg. Nou, ik hou er wel een beetje in de praat voor je. Ja, wil jij dat even doen? Eigenlijk niet zoveel tijd, maar ja. Bedankt, bedankt Albert. Ik ben zo terug. Een hele goede morgen. Hoi. Geen bijbedoelingen. Gewoon een keertje uit. Het een avondje naar ons zin hebben. Ik kan me niet voorstellen dat jij me ergens mee naartoe zou nemen waar ik het naar mijn zin heb. Het Bolshoi is in de stad. Ben jij geïnteresseerd in ballet? Ach, geïnteresseerd. Ik ben meer Kilian dan Vermanen. Ik heb het niet zo op die moderne chassés. Maar ja, ik mag zo nu en dan graag een balletje meepikken. Ja, Bolshoi. Daar zou ik wel naartoe willen. Maar ja, jammer voor je, het was al binnen een uur uitverkocht. Ik kan je wel aan een paar vrijkaartjes helpen, hoor. Hè? Ja, ik had een oppa liggen voor een zakenrelatie. Als ik jou er een plezier mee kan doen. Weet je wat? Ik laat ze mijn broer zo wel even brengen. Echt? Ga met een vriendin of zo. Ik heb maar één voorwaarde. Dat je na afloop wat met me gaat drinken. Alleen wat drinken? Erewoord. Oké, okay, daar doe ik het graag voor. Klaar. Oh, wat heb je dat mooi gedaan. Ik hou je eraan, hè? Ja, natuurlijk. Hé, hey, bedankt, hè? Bedankt? Waarvoor? Ben jij al eens naar een balletvoorstelling geweest? Denk jij nog aan die kamfer? Is ze er nog? Jij zit helemaal geramd. Oké. Je weet niet wat dit... Ja, bedankt. Graag gedaan. Ik heb nog een afspraak. Ja. Toen, pap. Mag het? Nee. Daar kan ik niet aan beginnen. De omgang tussen klanten en personeel is nu helemaal verboden. Omgang. Ik wil hem alleen maar een leuke avond bezorgen. Daar kan zo'n kind helemaal niet tegen. Nog zo laat over straat. Bovendien is dat soort kinderen heel gevoelig voor kou. En dan kan ik straks voor de gevolgen opdraaien. Laat me nou eens. Ik mag nooit wat. Hey, Ilse. Ah, de vrijkaartjes. Hè? Dankjewel, hoor. Als ik u nou beloof dat ik er meteen na afloop in een taxi naar huis zet. Ja. Ik zou je broer graag meenemen naar het ballet vanavond, maar je vader schijnt er bezwaar tegen te hebben. Hé? Ja, met alle respect, meneer Van Wijk, maar ik begrijp het ook niet. Wie gunt er zo'n jongen nou niet een avondje plezier? Doe ook maar wat. Maar het was al zoveel. Meer. Ik ben nog nooit in een echt theater geweest. Ja, de poppenkast natuurlijk. Hij is heel lang met alleen met die meid. Weet jij van die twee uitspoken? Wat doen ze eigenlijk bij het ballet? Gewoon dansen. En verder? Verder niks. Zo, jongen. Goed eten, hè? Ik ben gek op dansen. Oh, dan ben ik de hele avond met Iels alleen. Je eten wordt koud. Oh, ik heb niet zo'n trek. Moet je niet meer? Oh! Hè? Nee, hè?